Hiervoor heb ik meer dan 141 euro betaald. Yo die mensen, welkom terug bij een gloednieuwe video. Deze wordt trouwens ergens over een maand wordt die verkocht. Dan zijn ze in Nederland. Dus kijk ervoor uit over een maandje, ja. Maar ja, zoals je de titel hebt gezien, ik heb iets gekocht voor 141 euro. Overigens wel een tijdje geleden. Maar weet je, dus als YouTuber is het gewoon nodig om te praten over alles wat je uitgeeft qua geld. Dus dat ga ik ook vandaag doen. Vandaag ga ik gewoon praten over hoeveel geld ik heb uitgegeven aan iets wat helemaal useless is. Maar ik wil het toch hebben. Daarbij komt dit mooie ding. Ja, je ziet er nog niet heel veel van, maar dat is zeg maar een poster. En die poster laat ik jullie even zien. Because it's a big one poster, baby. Toch, Harm? Ja, inderdaad, Harm. We gaan hem even openmaken. Ik heb hem al een tijdje hier liggen. En ik moet nog steeds, oh god, wat doe ik? Hij is veel te duur hiervoor om te laten vallen. Maar ik heb hem al een tijdje liggen en ik wil nog steeds een mooi lijstje verkopen. Nou ja, geen lijstje, maar echt een lijst, want dit ding is fucking huge. Just like my dick. Alleen, ik moet nog even meten en zo en leuk uit te kiezen. Maar kom even. Wacht, we kunnen niet concluderen. We moeten even iets, hey Coco, we moeten even iets hebben om tegen te houden. This will do. Oké, we hebben een mooie portemonnee. Nee, vol met geld. Als dan binnetje, prima. En even deze mooie pankies. De mooie packs, mooie dekkies. Want ja, inderdaad, ik heb voor dit ding, kijk hoe groot die is. I'm not talking about my dick. Hiervoor heb ik meer dan 141 euro betaald, want ik moet nog invoerrechten betalen. En ik dacht, ik laat hem even voor jullie zien, want hij is wel leuk. Want velen willen weten natuurlijk dat ik een hele erge Pokémon fan ben. En als je dat niet weet, weet je het nu. En hier staan elke Pokémon op één na, want het is sinds kort een nieuwe geïntroduceerd, één nieuwe. Dus die staat er niet op, maar voor de rest, elk Pokémon staat erop en ook heel veel varianten. Wat met manga te maken heeft, met de anime, met de game en hypes die gaande zijn. Ik ga nog even een paar laten zien, die ik natuurlijk zelf ook weet. Nou, hieronder heb je natuurlijk generatie 1, dat is natuurlijk gewoon de eerste generatie. Kijk hoe fucking cool het is, jongen, holy shit. En je ziet hier bijvoorbeeld de drie eieren van Pokémon Go, die zie je hier zitten. En je ziet ook wat Alolan Forms, natuurlijk van Pokémon Sun and Moon. En die zie je ook hier zitten, een paar Alolan Forms. En daarboven heb je gewoon wat Generation 2 Pokémon's. Je hebt bij elke unknown heb je, de alle 26 dacht ik, dat er zijn zitten hier. Ook de starters van Gen 2 die niet door zijn gekomen. Nou, dat was dan Chikorita, maar die was iets veranderd. Dit zou de normale Pokémon zijn. Dit zou de normale Pokémon zijn als starter. Die hebben ze ook weggehaald. Die hebben ze ertussen gegooid hierbij. En dit is de Ladybug. Die ze hebben ook veranderd. En je ziet ook elke verschillende Pokéballs zitten ertussen. En een badge van elke generatie zit er ook tussen. En als het geslacht van de Pokémon heel erg verschillend is, stoppen daar ook een twee verschillende dingetjes tussen. Daar hebben we hier een voorbeeld van. Dat zijn die Hippotas Pokémon's. Dat is een mannetje en een vrouwtje. Zijn andere kleuren. En hetzelfde voor de voorevaluatie. Dus echt hele grote genderverschillen hebben daar ook dus gestopt. En je hebt natuurlijk ook heel veel legendarische Pokémon in het midden staan. Die heb je natuurlijk deze. Heb je natuurlijk twee verschillende vormen. Ze zijn dus ook een beetje, nou niet helemaal 100%, maar ook grotendeels gewoon op groot gemaakt. Dus je hebt natuurlijk Wailord hier heel groot. En natuurlijk Gyarados hier zo. En Onix zit hieronder. Ze hebben gewoon grotendeels, hebben ze gewoon rekening gehouden met de grootte van de Pokémon. En niet 100%, maar wel grotendeels. En je hebt bijvoorbeeld zo'n bloem Pokémon. Die heeft ook allemaal verschillende vormen. Die hebben ze ook allemaal tussen gestopt. En wat ik wel vet vind is dat je hier Dialga ziet staan. En een van de Pokémon Mystery Dungeon games is die dus een primal versie. En die staat dus ook hierboven, omdat die van de game is. Dus die hebben ze er ook fucking tussen gestopt. Dat is zo dope. En velen zullen de Twitch Plays Pokémon natuurlijk wel kennen. Nou, natuurlijk Arceus, de god Pokémon. En daar heb je natuurlijk alle verschillende varianten van, omdat die heel veel verschillende vorms heeft. Zelfs als deze Pokémon van Sun and Moon. Maar kijk eens jongens, de oppergod hemzelf zit er gewoon tussen van Twitch Plays Pokémon. Dat zijn toch coole dingen? Natuurlijk ook heel veel mega forms zitten hier, mega evolutions. Dat is Gyarados, Salamence, Pidgeot en Mewtwo zitten daar alle twee. Twee Charizard zitten ze zelfs natuurlijk, Venusaur en Blastoise. En ook heb je Mimic Q hier. En dan twee verschillende forms. Eentje dat die gewoon normaal staat. En eentje dat ze passive geactiveerd is. Dat die natuurlijk vulnerable is. En zelfs de Missing No zit er tussen. Zulke rare dingen zitten er gewoon bij. Echt hoeren voor Pikachu's. Je ziet allemaal verschillende Pikachu's zie je hier zo met allemaal kostuums. Je hebt elke verschillende Pikachu in de Team Rocket forms van de Evil Teams. En zelfs de Spiky Pichu van de film. En ik heb zelfs de kleinste Pokémon gevonden die er is. Dat is die daar. Dat is een kleine mini beestje. Dat is de kleinste Pokémon die er is. En hij is aardig klein op de poster, maar hij is er wel. Ook die Oxys verschillende vorms zitten tussen. Fucking cool. En dat is eigenlijk grotendeels de poster. Ik zal eventjes zo even langs gaan. Dat als je denkt van, hey, ik wil even pauzeren, even concluderen wat er allemaal is. Dit is grotendeels wat ik jullie even kan laten zien van mezelf. Als je denkt, fucking cool, ik wil zien hoe diegene het heeft gemaakt. En ik wil alles in detail zien. Zo heb ik de link van de video in de beschrijving. Van de artiest die dit natuurlijk heeft gemaakt. En voor als jullie denken dat ik hiervoor betaald krijg, zal ik dat zeggen. Dat is niet zo, maar ik vind het gewoon hartstikke tof. Dus dus ja, fucking sick. Moet steeds binnenkort even een lijstje verhalen. Maar dat doe ik zelf. Ja, weet je, ik ben niet zoals dom dat ik hem nooit opgehangen is, de schilderijen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Beetje random, I know. Maar ik hoop dat je wel leuk vond. Vind je het wel hier ook een video te kijken van mij? En dan om te abonneren. En daarnaast natuurlijk merchandise te kopen. Zoals die Coco binnenkort ooit over een maand. En bedankt voor het kijken. En ik zal hem meenemen. Dat is later.